Vandaag sta ik in de keuken met Pauline, vanuit Paulines Keuken. We gaan een Philadelphia paas cheesecake maken met onder andere hele lekkere sinaasappel. We gaan de bodem maken van Amsterdamse koggetjes, een beetje gesmolten boter. We hebben Philadelphia naturel, gaat Griekse yoghurt door, wat slagroom, sap en de rasp van een sinaasappel. En we gebruiken wat gelatineblaadjes om iets steviger te maken. Bovenop gaan we verse sinaasappel doen, wat granaatappelpitjes, ja, en heel veel lekkere paaseitjes natuurlijk. Laten we beginnen. Is dat een beetje te doen, het koken voor je blog en het moederschap combineren? Ja, zeker. En eten blijft natuurlijk voor mij heel belangrijk, dus daar besteed ik ook nog steeds veel aandacht aan. Lukt het je wel om te genieten tussen al die drukte door? Ja, zeker. Stukje bakpapier op de bodem. Ja. De zijkant een heel klein beetje met wat bakspray of wat olie gedaan, dat hij straks mooi loskomt. Ik weet dat jij perfectionistisch bent, dus zo is die wel goed, denk ik. Ja, is prachtig. Zou je de sinaasappel willen doen? Dat ruikt het lekker, hè? Ja, je ruikt gelijk al die olieën van die sinaasappel. Ja. Super lekker. Ik ga de gelatine baken. Kook jij ook? Jawel, maar meer noodzakelijk. In principe bak ik liever. Gaan we de slagroom opkloppen? Ja. Daar gaat de suiker bij. En de Philadelphia erbij doen. Zou jij vast het sinaasappelmengsel willen verwarmen? Ja. Heb ik hier de gelatine die geweekt heeft. Je ziet eigenlijk zodra je het erin legt dat het oplost. Maar als ik het goed begrijp, staat je leven dus echt wel een beetje op zijn kop. Zo. Ja, het is heel nieuw, maar het leuke is juist dat je Jan kan genieten van hele kleine dingetjes. Zoals in het weekend, als we dan met z'n drieën in bed liggen, koffie erbij, dan heb ik ook niet heel veel meer nodig. Volgens mij gaan we ook genieten zo meteen van deze taart. Hij moet nu even in de koelkast. De gelatine moet opstijven, de roomkaas moet wat stevig worden. Ik denk 2-3 uurtjes. Dit is hem geworden. Ziet er goed uit. Gaan we hem afmaken. Sinaasappel mag erop. Dan doe ik de pitjes eroverheen. Mm-hmm. Nou, daar kan je prima mee aankomen tijdens Pasen. We gaan echt niet wachten tot Pasen. Kom, we gaan hem aansnijden. Het is echt super lekker. Heel lekker. Dit is wat wij ervan gemaakt hebben. Onze Philadelphia paas cheesecake met sinaasappel. Ga je zelf ook aan de bak? We zijn heel benieuwd wat voor Philadelphia cheesecake jij gaat maken. Deel hem met de hashtag die hier onderin staat. Geniet ervan en vrolijk Pasen allemaal. Nee, nog een stuk hoor.